Edward. Guest here. Headstone. Woot, 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 loot. En hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe episode van iMine. Voor mij zag ik net een zombie... zo'n ding hierboven lopen. Zombie Pikmin. Jouw. Oké. Dus... Ik hoop dat jullie enjoyden van deze super awesome random intro. Wat we vandaag gaan doen is weer een stukje verder aan de nethergang bouwen. Ik heb een tijdje er niks aan gedaan. Vond ik bij mezelf. En dit stukje wil ik... Ik ben een beetje... in de moderne kunst de laatste tijd. En niet dat ik heel veel kunst geef hoor. Maar ik ben een beetje abstract. En ik denk dat het wel een stukje abstracte tunnel kunnen gebruiken. Dus ik zat een beetje aan de kleest te denken. Heel weinig bruin, meer rood en af en toe een stukje bruin. En ik hoop dat het een beetje uitwerkt. Dus there you go. Hier ga ik bouwen. Ik heb zenuwen. Ik ga straks naar een feest en ik wil dingen niet verpesten. Niet dat ik het van plan ben überhaupt te gaan verpesten, maar alsnog. Hier kan wel wat meer rood. Ik wil heel veel rood in dit stukje. Overigens ben ik een beetje aan het spelen met mijn inventory. Oké. Ik vind het ook belangrijk dat YouTube het kan zien. There you go. Vandaag veel torches. Altijd veel torches. Zondag veel torches. Hoppakee. 1... 2. Af en toe weer iets anders, hè. Ik denk dat ik dus vanaf de... Ik moet wel meer gaan praten, zeker. Vanaf ongeveer hier dat we dus de nether thema een beetje omzetten in een abstracte kunstthema. Ik weet niet, ik weet niet wat hebben. Ik zag het laatst, ik weet niet eens meer waar. Zag ik een abstract kunstdingetje in Minecraft en van... dat moet prima kunnen. Dat valt binnen mijn bouwskills. Zeker wat ik bedoel. Dus een beetje extra... Ja. Ik heb een beetje veel rood gemaakt. Ik had geen inkt. Ik had misschien iets meer ongekleurd kunnen laten. Maar ach. Beetje variatie. Zo. There you go. Veel meer rood. Dit werkt wel. Beetje randomness tot aan dit punt. Een beetje variatie in de tunnel. Ik bedoel, anders is zo'n saaie tunnel. Ik wil geen saaie tunnel. Alles behalve. Hoppakee. Voor de zekerheid heb ik even een regeneration potion. Want ik ben al een paar keer dood gegaan. Ik heb geen zin om nog een keer dood te gaan. En heb ik ook nog een fire resist, want ik ben ook al een keer in de lava gevallen, dus there you go. Al even potions in je hotbar houden, dat werkt redelijk goed. Dus je kan ook een beetje je dev abusen, zoals jullie. Ja, als je er in een server joint, ben je altijd voor mij 1,5 seconden, tot 2 seconden, ik weet niet, een x aantal ticks. Kun je gewoon tegen damage, dan kun je gewoon eigenlijk... Tijdje in de lava zwemmen, uitloggen, inloggen. Tijdje in de lava zwemmen, uitloggen, inloggen. Tijdje in de lava zwemmen, uitloggen, inloggen. En zo kom je al aan de andere kant. Ik weet dat heel veel mensen dat gebruiken in de server. Dus het is niet bepaald cheaten als iedereen het doet, denk ik. Ik bedoel, als cheaten mag, is het dan nog wel cheaten? Ik bedoel, cheaten, dat komt van het woord cheating on me. Dat is dus vreemd gaan. Maar als iedereen vreemd gaat, is het dan nog wel vreemd gaan? Ik bedoel, dan is het toch normaal, want dan is het niet meer vreemd. En ik weet niet. Mijn hoofd is random at the moment. Maar ik wou iets van iMine opnemen. De laatste tijd ook veel in Space Engineers. En dat is niet bepaald de best bekeken serie, dus ik moet ook af en toe een keer iets aan iMine uploaden. Zo af en toe. Dit werkt wel.
Denk ik. Ik wil de gaten opvullen met netherrack. Zo. Ik wou het eerst met granite doen, maar toen was het zo van... netherrack kan ook hier. Hoppakee. Zo. Had ik idee. Ik denk dat het redelijk kan. En gewoon... rode strepen van... even kijken. 4 lang wil ik doen. Kan dat nog? Ja. 4. Dus 1, 2, 3, 4. Gaan we dan naar boven of gaan we door? Ik denk dat we naar boven doorgaan. Dus 2, 3, 4. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Nederlands is niet mijn beste taal. Ik heb geen betere taal, maar alsnog is het niet mijn beste taal. Had ik idee. Dat waren twee. Oké. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Binnenkort wil ik weer eens een keer een caving Q&A gaan doen. Mensen vragen er veel naar. Ook al hebben jullie de huiswerkstreams waar jullie me letterlijk alles kunnen vragen terwijl ik aan het werk ben. Is dat niet genoeg? Dus ik snap het. Dan gaan we weer een Q&A-trim. Mogen jullie me gewoon eventjes wat vragen stellen in de comments en dan kies ik de leukste uit. Er zijn geen foute vragen, er zijn wel vragen die ik niet beantwoord. There you go. Alsjeblieft niet van op elkaar gaan antwoorden, want anders kan ik niks meer antwoorden in de episode. En is het zo van, ja, ik heb geen vragen gehad. Of iedereen heeft mijn vragen al beantwoord. Thanks anyways. Dus, there you go. Er zijn geen vragen te gek, er zijn wel vragen die ik niet antwoord. Dus kijk, omhoog, omhoog, omhoog. Ja, dit werkt wel. Ik zat hier om te denken ook om het 4 hoog te doen. Dus je komt hier uit een cavinggebied, heet het, met een tunnel. En dat je dan hier iets hoger hebt. Ik bedoel, dit zijn spannable blocks. Maar de rest niet, dacht ik. Ik weet niet meer. Whatever. 6 nog. Dus ik denk dat het ergens uitkomt. Denk ik. Hoop ik. En dat het dan hier weer 3 wordt, omdat we weer in een cavinggebied gaan. 1, 2, ja. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik een andere stijl een beetje kies af en toe. Ik bedoel, ik ga dit niet eens als bouwmateriaal gebruiken, maar een beetje als abstracte kunst hier een beetje strepen. Ik weet nog niet welke kleur. Ik denk dat we... Ik weet niet, hebben we een blauw-blauw in ons Minecraft-stelsel? In zo'n kleurenstelsel? Ik weet niet. Ik weet nog niet welke kleur ik ga doen, maar het komt wel uit. Het komt vast wel uit. Ik heb eventjes geen zin in de nether-stijl. Weet je, het moet wel rood zijn voor de nether, maar... Misschien dat ik diorite weer ga... dit lelijke vleeskleur ding ga gebruiken. Wacht. Eens even kijken. Dus hier zitten we weer in de forest. Groen, een beetje grijzig. Want in hout zit grijskleur. Eens even denken. Wat gaan we vandaag doen? Ik denk dat we gaan beginnen ook... ik wil een nieuw project beginnen. Aan de ene kant. Ik wil een goudfarm gaan maken. Aan de andere kant slijmfarm afmaken misschien. Skeleton farm redelijk af. Zoveel opties. Wie weet. Wie weet wat ik ga doen. Oké. Ik ben een beetje bezig. En ik heb besloten dat we toch maar aan de... God. Aan de goudfarm een begin gaan maken. Heel simpel. Ik heb tijd nodig. Want ik wil de episode af hebben. Anders schud ik weer niks en dan heb ik weer boze mensjes. Kom op, acacia. Acacia. Nee, geen acacia vandaag. Ik heb geen tijd hiervoor. Zo. Oké. Ah, dat was toeval. Vielen er 2 tegelijkertijd, de hele tijd niks en dan nu ineens 2 tegelijk. Ja, ja. Zo. Waarom groei je altijd naar mijn boom toe? Groei naar de zon toe of... Daar is de zon. Groei naar de zon toe of zo. Waar je naar hoort te groeien. God damn you. Hoppakee. Ja? Oké, dus. Het palet, is dat het woord dat ik zoek?
Nou, een kleurenschema waar ik voor heb gekozen is een beetje acacia. Wat, ja. Ik denk dat het heel goed gaat met andesite en diorite. Ik heb heus niet de namen nodig in mijn hand om te weten waar ik het over heb. Oké. Okay. Zo, dichte gang omhoog. Dus, ik heb eventjes naar Mumbo Jumbo's een video gekeken van hoe je de trap moet doen. En ik kwam erachter dat ik dus veel meer ruimte nodig had dan wat ik nu heb. Dus dat kost heel veel ruimte om daar te gaan maken. Maar om een beetje in de stijl te blijven van al die torches. Ik wou uitzoeken waar de chunk crits, hoe dat werkte. Maar oké. Wat ik dus achter kwam, is dat ik heel veel meer ruimte nodig heb. Nou, ruimte heb ik niet daar. Dat is nog niet. Dus, even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat we wit als ondergrond gaan doen nu. Zo. Dus, ik ga hier een beetje een staircase maken. In een zigzagpatroon. Zo. Ik moet even kijken of ik niet al in modder chunks zit. Want dat is niet mijn bedoeling. Dat ik in modder chunks ga zitten. Niks gezien. Maar wat ik dus hier wil gaan doen is dus al die pistons gaan plaatsen. En in de nether de lift gaan bouwen. Hoppakee. Ik wil geen nieuwe chunk aanmaken. Althans, chunk laden is het meer. Dus, even kijken. Je komt hier omhoog, je komt hier, dus dat is... Hij duwt je opzij, hij duwt je die kant op, dus zo. Denk het wel, dat hij gewoon door kan. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan kijken of dit werkt. En anders moet ik dit hele stuk opnieuw gaan doen. Of het onderste stuk 1 verplaatsen. Wat ons uitkomt. Zo. Waarom wil ik het niet in modded chunks gaan doen? Heel simpel. Daardoor... Oké, okay, ik ga gewoon even 3 aanzetten. Fuck it. Even kijken, waar zit ik nu? 4. 5. Oké, okay, mag nog een tijdje. Omdat het daar zombie pigments en dergelijke weer kunnen spawnen. En... Dat willen we zeker niet daar hebben. Even kijken, waar zitten we nu? 19. Dus vandaar dat we eventjes daar rekening mee houden willen. Een soort van. Even kijken, waar zitten we nu? Ik zit helemaal niet op te letten. 13. 14. Waar ik trouwens naar kijk is de chunkgetal. En die mag niet hoger dan 15. Dus... Ik heb geen idee of dit groot gaat. Even terug. Sowieso dat ik iets terug moet voor de redstone. Hoppakee. Hoe minder chunks we hieronder laden, hoe beter het is. Dus daarom is eigenlijk een rechte weg omhoog het best. Maar aangezien ik lui ben om de hele tijd een ladder omhoog en naar beneden te gaan. Zoals jullie me waarschijnlijk al kennen. Hoop ik tenminste inmiddels. Ik hoop dat jullie me een beetje kennen. There you go. Dus wat mijn goudfarm anders is dan die van Sander. Het werkt redelijk op hetzelfde principe. Cactus maakt de zombie pigments boos. Ze komen op je aflopen. Wat gebeurt er nog meer? Oh ja, maar dan gaan ze in een portal. En waarom in een portal zou je me afvragen? Heel simpel, ik wil de Nether niet boos maken. En als ik dit goed doe, en dat ben ik wel van plan... Kan ik ze allemaal in één portal laten lopen. En gewoon in een 3x3 portal of zo. Dat ze allemaal daarin verdwijnen. Komen ze allemaal in de overworld. Dat is een klein beetje laggy, maar oké. Dan druk je daar op de knop en dan... dan gooi je daar een piston of zo. Weet ik veel. Misschien een TNT. Ik weet niet wat ik wil gaan doen. 90. Zit ik trouwens in de chunk? Oh, ik ben er net overheen. Maar dat mag nog, zie ik. Dus oké. Okay. Gaat goed. Oké. Okay. Dus ja, dat is een beetje mijn plan. Dat ze dus
meteen hier ontladen worden, dat hier ze kunnen doorspannen en daar, omdat ze unloaded half zijn, soort van, dat ze daar door kunnen gaan. Ik weet niet. Of het gaat werken, ik weet niet dat het gaat werken. Ik ga ervan uit dat het werkt. There you go. Platformpje. Heb ik blokken meegenomen? Oké. Jullie zeggen ook niks. Grapje. Oeps. Oké. Ik lever wel maar mee. Ik weet niet hoe dat gaat. Misschien dat we een speling hebben. Misschien dat ik de hele trap nu één naar links moet verplaatsen. Het ziet er leuk uit zo. Is dat nou een fireball? Fireball. Oké. Eens even kijken. Ik heb hier een crafting table. Wat ik wil gaan doen is een beetje acacia gebruiken. Ik hou er niet zelf van de kleur. Ja, acacia en ja. En daarmee andesite. Dus dat we een beetje kleur krijgen in ons gebouw. In ons bouwwerk. Ik weet niet. Het is anders al wit. Weet je wel. Je weet het zelf. Misschien dat we dit gewoon zo doen. Dat we hier één speling meer hebben in de hocht. Wauw. Good morning, Tim. Voor mij moet die zo namelijk. Not sure. Komen we vanzelf achter. Hoe en wat we moeten doen. Om deze lift. Zullen we het lift noemen? Ja, lift werkend te krijgen. Ik weet het, het is meer een automatisch. Het is een roltrap. Dat is meer wat het is. Dus, wat mijn planning is om hier een kleine ruimte te maken. Ik moet alleen wel rekening houden dat dit nog een piston wordt. Dus, voor mij was hij 2. Aan elke kant. Eromheen. Dacht ik. Maar oké. Wat de bedoeling is dat nu de pigments beneden het niet horen wat hier gebeurt. Dus 128 tot 200 is 7 nog wat blokken. En dat moet 7 zijn. Dat hoort het. Dus there you go. Zo. Ik probeer een beetje van de trap af te gaan. Dat we ons platform en de lift zo min mogelijk blokken opnemen. Innemen. Dat. Mag. Het is een beetje mijn eigen design. Ik heb geen idee. Het lijkt op die van Sanders. Ik weet niet van wie Sanders zijn design is. Maar ik heb zelf in de Nether in een custom wereld lopen spelen. En dit is wat ik ermee opkom dan. Dus je gaat dus hierheen. Zombie pigments hieronder en erboven. Alles zoekt een path. Ik zeg het je. Dit ding, dat kan ik niet raken. Oké, misschien wel. Dus dat ik ze hier naar me toe willen lopen. Dus ik geef ze eigenlijk een path om hierheen te gaan. En vanaf daar lopen ze een portal in. De portal die is gelinkt dan naar mijn base ergens. Ik onder de grond. Dus dan recht hier deze coördinaten. Ik heb geen idee of ik een beetje gedeeld hoor. Voor mij kom ik wel redelijk mooi uit. 144 ongeveer. 142 is gedeeld door 8. Toch? Zag je het goed? Damn! Ik weet niet. Maar ik zorg ervoor dat het goed gelinkt is. En dat je dan hier aan de andere kant al gewoon een andere portal hebt. Hier ga jij dan in om naar veiligheid te gaan. Wauw. Dus om naar de overworld te gaan. Dat is niet die spannend. Dat je in de buurt blijft. En de andere portal is dus dat hij de hele tijd er doorheen gaat. Dat is tenminste het idee. Ik heb geen idee of het goed gaat werken. Nadeel is van Creative Worlds. Dat je altijd gewoon alles 100% zeker wil weten. En dan kom ik er zo aan van. Nee. Oh ja, wat ik wel tegenkwam in de Minecraft dingen. De name changing komt er heel soon aan. Hun planning is om deze donderdag te releasen. Maar ze zeiden dat het heel krap gaat worden. Met hoe het werkt.
Ook kwamen ze erachter hoeveel mensen tegelijkertijd aan het Minecraft spelen zijn. En dat zijn en de getallen zijn echt gigantisch. Het is echt wow, what? En dat was niet eens op een piekmoment. En toen was het zo van, mijn idee altijd van Minecraft multiplayer is dat het echt 3/4 van de mensen zit op multiplayer en slechts 1/4 zit in singleplayer. Maar de getallen schijnen nu te zijn dat 50% op 50% is. Dit gaat best wel goed samen. Het is een rode achtergrond en het gaat beter dan ik had verwacht. Ik hou niet van deze blokken, maar hè, het gaat beter dan ik had verwacht. Dus het was echt zo van, wait, what? You what, mate? Dus there you go, nieuwe getallen van Minecraft. Ook nog die aanslagen. Het is echt, wauw. Ik weet niet wat ze ermee willen bereiken. Is het nou gewoon weer om aanslagen, weet je wel, zonder doel gewoon. Wij willen laten zien dat wij er ook nog zijn op de wereld. Of kijk wat jij doet, Amerika doet bij ons. Dat vinden jullie normaal, maar dit vinden jullie niet normaal. Ik weet niet waar dit heen wilt. Ik vind sowieso niet goed terrorisme, maar Amerika die doet dit eigenlijk bijna dagelijks, dit soort dingen. Maar dan in hun land. En nu doen hun het bij ons landen. En dan is het zo van, nop, dat keuren we niet goed. Ik vind het wel enigszins scheef. Maar ach, daarentegen, ik ben sowieso tegen terrorisme, dus. Hihi, zag je de zombie pick me meteen die spawnen? Dat is mijn doel. 128 en die spawnen instant. Toch? Zeg ik dit goed? Ja. 128 en die spawnen instant. Dus ik ben nu boven de 128. Dus direct onder me zouden ze nu instant moeten weggaan. Ik ga eventjes de. Doe ik dit goed? Ja. Denk ik 2. 2. 2. Ja, ik doe het wel goed. Dus even kijken. Zo. 2. Het voelt heel raar om blokken onder je weg te halen. Zo. Voor mij gaat het goed zo. Dat het een beetje minder raar uitziet. Ik weet niet hoe ik met de hoeken ga uitkomen. Nadat je het design nog niet hebt gebouwd, alleen maar de tutorial hebt gekeken. Wat van jullie mocht, maar alsnog. Deze chunks hier. Dat is beter uit de dijnen. Dus dit is waar we dus net de lights weer terug zagen veranderen. Dat is puur client-side. Deze chunk hiernaast. Hoe kan hier gewoon rennen? Zolang ik hier maar geen blok op laat. Bestaat nog niet voor de server. Ook deze niet. Ook al ren ik er nu in. Dit is client-side. Deze lightning. Dus straks als ik dit laat unloaden en weer loaden. Dan is die lijn er weer. Want die chunks bestaan nog niet. Want dat is beter voor de memory. Als je dus een unmodified chunk hebt. Oké. Dus there you go. Daar zijn ze mee bezig. Unmodified chunk. En unmodified chunks. Er kunnen geen monsters in spawnen. Want alleen client side bestaat die chunker dus. En niet server side. Soort van. De chunk is er wel. Maar hij is nog niet aangepast. Dus er kan niks aangepast in worden. Ik kan die goed uitleggen. De truc is dat je gewoon niks moet in plaatsen. Dan kan er niks in spawnen. Dat is de reden waarom er geen zombie pigments op de bedrock spawnen. Omdat de chunks nog niet zijn aangepast. En voor mij kan überhaupt bedrock niet iets op spawnen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar voor nu. Ik moet eventjes preppen. Ik moet iets eerder stoppen. Dus sorry voor de iets kortere episode. I hope still you enjoyed. Want ik heb het gewoon druk. Ik heb examentijd en zo. Probeer jullie zo min mogelijk daarvan last te hebben. Laten hebben. Maar als een solo kanaal dagelijks uploadend is dit best moeilijk. Maar ik probeer het nog steeds. Binnenkort komt stageperiode eraan. Dus kan ik weer meer tijd erin besteden. Want dan heb ik geen huiswerk. Een soort van. Ik moet natuurlijk nog steeds mijn huiswerk afmaken. Maar ik krijg geen nieuw huiswerk. Laten we het daarop houden. Maar voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar dit episode. Laat een duimpje als je meer van wilt zien. Dat laat mij uiteraard zien wat voor series jullie willen zien en wat voor series jullie niet. En ik wist niet dat deze zo laag ging groeien. En voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!